Venlo is de grootste stad in Noord-Limburg. De stad heeft door haar ligging aan water- en landwegen een verleden als strategisch gelegen grensvestiging. Daarom heeft de stad vele belegeringen moeten doorstaan. In 1343 kreeg Venlo stadsrechten en in 1481 trad de stad toe tot het Hanzeverbond. Tijdens de 80-jarige oorlog was de stad merendeels in Spaanse handen. In 1713 werd in de Vrede van Utrecht vastgelegd dat Venlo tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden behoorde. Tijdens de laatste oorlog werd de stad zwaar getroffen. Veel historisch erfgoed is toen verdwenen. Maar de stad is herbouwd met gevoel voor historische betekenis van monumentale bouwwerken en oude gevels. Dit was de laat-middeleeuwse kloosterkapel Mariaweide van de paters Dominicanen die in 2005 hun klooster hebben verlaten. In 2007 was het omgebouwd tot een nieuw cultureel podium, Domani, waar ook huwelijken gesloten kunnen worden. Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar, want ook voor uitvaarten is Domani als voormalige kapel uitermate geschikt. Het Keizerstraatje, waar we hier zijn, heet in de volksmond Vloddergats. Het hekwerk langs de Dominicane kerk wordt gecompleteerd door cupkes, hoofdjes van Venlose persoonstyperingen. Dit restant van de oude stadsmuur heeft na eeuwen een nieuwe functie gekregen. Het voormalig regionaal hoofdpostkantoor Gelderse Poort, in de bouwstijl van het traditionalisme, is een rijksmonument dat in 1938 is gereed gekomen. De hoofdingang is rijk versierd met beelden. In de oostelijke zijgevel zijn drie hoofden in witte kalksteen te zien. In 1886-1887 laat tuinder Wilhelm Maas een café met bovenwoning bouwen op een perceel van het terrein dat vrijgekomen is na de sloop van de middeleeuwse Keulse Poort. In 1927 ging het na een verbouwing open onder de nieuwe naam Stationshotel met Thijs Spoor als exploitant. Het in 2000 geopende Limburgse museum is ontworpen door architect Jeanne Dekkers. Het moderne gebouw staat op een plek waar eeuwenlang de stadsmuren en vestingwerken van de stad Venlo lagen. Nadat de vestingwerken in 1870 gesloopt waren, werd het terrein gebruikt als een rangeeremplacement voor particuliere spoorwegmaatschappijen. De 16 meter hoge en meer dan 100 meter lange museummuur verwijst naar die historie van de stadsmuren. Voor het imposante museumgebouw staat een rood-wit gebouwtje dat op een harmonieuze wijze deel uitmaakt van het museum. Tankstation Keulse Poort uit 1933 is het oudste tankstation van Nederland. Het werd gebouwd als servicestation voor The American Petroleum Company, nu Esso. De bouw was in de tijd revolutionair en hypermodern te noemen.
Het is een voorbeeld van het nieuwe bouwen uit de tijd tussen 1920 en 1940 en herinnert aan Amerikaanse roadmovies. Voor het Limburgs Museum staat een bijzonder standbeeld met een verhaal. Omstreeks 1740 verbood de bisschop van Roermond om de reuzenpoppen van Goliath en zijn vrouw in de Venlose processies mee te laten lopen. De Venlonaren waren erg gehecht aan deze reuzenpoppen. Daarom werd een alternatief verhaal van twee stadsreuzen verzonnen. Goliath en zijn vrouw werden omgetoverd tot Valuas en zijn vrouw Guntrud, die Venlo zouden hebben gesticht. En zulke zogenaamde legendarische figuren laat je toch niet buiten de processie? Er is een standbeeld opgericht voor deze fictieve Valuas en Guntrud. Maar onthoud, Venlo heeft zijn bestaan niet aan Valuas te danken, maar Valuas wel aan Venlo. Het Rozenpark Rosarium is in de jaren 20 van de vorige eeuw aangelegd. Het bronzen beeld in het park is een bevrijdingsmonument. En de vijver is een restant van de stadsgracht. Ook de buurt rondom de Rozentuin heet Rosarium. Die is bebouwd tussen 1915 en 1940. Veel architecten lieten zich inspireren door de architectuurstijl van de Amsterdamse school. Een mooi voorbeeld van een pand in de Amsterdamse schoolstijl is Huize Sint-Jan. Het pand is in 1927 gebouwd als tehuis voor de opvang van drankzuchtigen, met daarboven woningen. Aan het eind van de 20e eeuw werd het pand ingericht als kantoorruimte. De Sint-Martinuskerk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal verwoest. De kerk en toren verrezen in 1953 weer in volle glorie. Links van de kerk staat de oude poort uit 1777 van het vroegere Kruisherenklooster. Tegenover de kerk staan vier kerkelijke dienstwoningen uit 1898. Deze gevel uit 1611 is een schoolvoorbeeld van de Gelderse Renaissance-stijl. Van 1611 tot 1619 was hier de Latijnse school gevestigd. Van 1680 tot 1833 was het de stedelijke lagere school. Daarna maakte het pand tot 1961 deel uit van het weeshuis. Het wees- en bejaardentehuis bestond vanaf 1820 uit het naastgelegen pand waar nu de Jean Lodi Museumkapel in is gevestigd. En ook het daarnaast gelegen pand Venlo, waar de Latijnse school enige tijd in was gevestigd, werd in 1865 verkocht aan het weeshuis. De neoclassicistische pastorie De Weem van de Sint-Martinuskerk stamt uit 1774. De abdij van Averboden in België leverde eeuwenlang de pastoors voor Venlo, die dan in de pastorie woonde. De lage voorbouw dateert uit het begin van de vorige eeuw. Sinds 1987 is Huis Schreurs eigendom van de vereniging Hendrik de Keizer. Het is een prachtig voorbeeld van een 16e eeuws dubbelhuis in renaissance-stijl. De gevel kent zowel traditionele elementen, gemetselde kruisvensters, als meer moderne gebeeldhouwde renaissance-ornamenten. Zo heeft de gevel in het midden een groot wapenschild dat geplaatst is in een klassiek vormgegeven tempeltje. Ook
ook de portretkoppen zijn typisch voor de Renaissance. Huis Ottenheim is een prachtig voorbeeld van de laatgotische baksteenarchitectuur. Het pand werd gebruikt als handelshuis door de Venlose koopmansfamilie Ottenheim. Vermoedelijk gebouwd in de 16e eeuw, maar er zijn aanwijzingen dat delen van het huis een eeuw ouder zijn. De markt wordt gedomineerd door het een renaissance-stijl gebouwde stadhuis. Het mooiste gebouw van Venlo werd tussen 1597 en 1600 gebouwd. Opvallend zijn de twee ongelijke sierlijke hoektorens met afwisselend laag tichelstenen en zandsteen. De beide trappen en het balkon stammen uit 1608. Het baldakijn werd in 1735 geplaatst. Bovenin de voorgevel bevinden zich vier medaillons met afdelingen van beroemde Venlonaren. In de Tweede Wereldoorlog is het gebouw op wonderbaarlijke wijze slechts licht beschadigd. Lezen vanaf een iPad in de volle zon kost toch wel wat moeite. De Jokershaan is het symbool van de Venlose vastenavondvereniging Jokers. Die werd al in 1842 opgericht en is daarmee de oudste van Nederland. De haan is al verschillende keren van zijn sokkel gereden bij de opbouw van de vastenavond. Het beeld Apotheose van de kunstenaar Hans Reinders neemt op de Oude Markt tegenover de Maaspoort een opvallende plek in. De Maaspoort was een van de vier hoofdpoorten van de vestingwerken van Venlo. Die zijn gesloopt. Nu ligt op deze plek het theater De Maaspoort, dat in 1984 in gebruik is genomen. In 2013 zijn alle bestaande ruimten gerenoveerd en is de voorgevel aangepast met een glazen pui die daarmee in het geheel van de Maasboulevard is opgenomen. Tussen 1993 en 1995 is Venlo maar liefst driemaal ondergelopen doordat de Maas buiten de oevers trad. Hierdoor heeft de gemeente Venlo besloten kades aan te leggen. De Maasboulevard is nu een recreatief gebied met terrasjes, een park en een passantenhaven. Dit in laatgotische stijl gebouwde patriciershuis werd rond 1490 gebouwd door de familie Romer. Het huis is in baksteen uitgevoerd met een trapgevel en kleine siertorentjes. Het werd in oude stijl gerestaureerd tussen 1939 en 1941 en hersteld van oorlogsschade in 1950. In de Jodenstraat staan drie beeldjes van bekende Venlose figuren. De eerste is Gerard van den Akker, geboren in 1887, bekend onder de naam Marokko. Hij droeg altijd een wandelstok met erop gespijkerd munten en medailles van door hem bezochte landen, onder andere tijdens zijn tijd bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Het tweede beeldje is van Lambert Franke. Lambert werkte op de gemeentelijke vuilnisbelt, doste zich af en toe chic uit en lustte graag een borreltje. Het derde beeldje is van Pinda Willem, die leefde van 1882 tot 1953. Alleen, het beeldje is weg. Maar op internet vond ik nog een fotootje van die Pinda Willem. Pinda Willem was een vriendelijke Chinees die in en na de Tweede Wereldoorlog in cafés en danszalen pinda's en snoepwaren verkocht
onder de slogan Pinda Pinda Lekka Lekka.